Hallo familie, ik ben Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe video kijkt. Een hele, hele bijzondere video en ik ben vandaag niet alleen, want ik ben met mijn lieve vriendje... Oh, ik heb zoveel zin in vandaag. Jullie hebben de titel al gezien. Vandaag is de dag waar we 2 jaar lang op hebben gewacht. Wij gaan vandaag Paco ophalen. Yay. We kijken hier al 2,5 jaar naar uit. Het is echt... Ik kon vannacht bijna niet slapen. Ik ook niet. Ik ben helemaal van slas. Ik voel echt alsof het vandaag een geboorte gaat komen of zo. Nou, dat is ook een beetje zo. Zo zien we dat in ieder geval. Want het is voor ons eigenlijk een beetje als ons kind. En mocht je nou allemaal gemist hebben, Paco is dus onze Samoyed puppy. Een klein ijsbeertje nu nog. Ga erheen. We gaan nu rijden. Moeten we nog een uurtje in de auto zitten? Ja. Nog een uurtje zenuwachtig zijn en dan, ja, dan is de ontmoeting en zijn we niet meer met z'n tweeën. Maar met z'n drieën. Nee, dit zijn de 6. Geef Paco een warm welkom. Doe even dat duimpje omhoog en laten we gewoon Paco 30.000 duimpjes 30.000? Geven. Ja. Oké, geef hem gewoon even 30.000 duimpjes. Dan krijgen jullie waarschijnlijk een likje van Paco. Maar we hebben ook nog een vraag voor jullie, want we hebben nog nooit verteld op welke dag Paco nou is geboren. Welke datum? Dus, jullie mogen het hier beneden in de reacties eventjes beantwoorden. Wat is de exacte datum dat Paco is geboren? Wij zullen gaan reageren op degene die het goed heeft. En dan gaan we volgend jaar op die datum een feestje vieren. Sowieso. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat even druk nu op de rode knop hier onder deze video. We zijn op weg naar de 650.000 abonnees. En dan zie je, ja, dan zie je de komende tijd Paco ook natuurlijk opgroeien. Ding dong, je moet even op het belletje drukken. Oh ja, slim. Krijg je een melding als je online is. Hartstikke. Ga nu rijden hoor, het duurt veel te lang. Ik kan niet meer wachten, we gaan. Paco, Paco. We zijn er bijna. Ik ben zenuwachtig genoeg. Ik heb een verliefdheidsgevoel, heel erg. Ja, dat klinkt raar. Maar helemaal zo'n moederlijk... Dat heeft hij al heel lang niet gehad, denk ik. Nee. Daarom herkent hij het nee, niet zo Nee, een goed. Nieuw verliefdheidsgevoel. Oh, gelukkig. Hey, je handen worden koud. Dat betekent meestal dat je zenuwachtig bent. Nou, dat is de airco. Ik ben echt benieuwd. Hoe erg ze is gegroeid ook. Ja, want het is nu 2 weken geleden dat we haar hebben gezien. Dus ze is een stukje groter. Veel groter dan wat jullie in mijn video hebben kunnen zien. Yeah. Ik verwacht vooral een grote witte bol. Zeg maar. Ja, een mini-ijsbeertje. Een plaatselijke mistbank. Ja. Zijn er. Kan niet meer. Ik laatste hoor al wat... met z'n tweeën nu. Ja, dat is waar. Ik hoor al wat pups daar in de verte. Als je goed luistert hoor je af en toe een puppy blaf. Laten we heel snel naar binnen gaan. Kom, kom. We gaan Paco ontmoeten. Een blaf. Ze horen ons aankomen. Oh nee. Oh nee. Kijk dan. Hallo. Veel groter dan de laatste keer. Oh, ik kijk wat gezellig gelijk. Je wordt gelijk helemaal geknuffeld hier. Zoek de roze halsband. De roze halsband. We zijn zo fluffy dat je de halsband niet kan zien. Hier, dat is mijn vaste dag. Nee, jij bent niet Paco, maar wel lief. Nee, jij bent ook niet Paco. Ja, ik heb Paco. Echt? Ik ja. heb Paco. Kijk dan. Paco. Je bent wel lekker in de modder aan het spelen geweest, volgens mij. Nou jongens, ik wil jullie graag voorstellen aan Paco. Paco. Jij bent luisterend niet. Nee, dat heb jij ook vaak. Jongens, wie komt er spelen? Nee, maar ze zijn aan het drinken. Volgens mij is Paco in de emmer water gevallen, zo net. Ja, Paco is kopje onder gegaan. Wel, dat is... Jullie hadden misschien een hele mooie witte fluffy hond verwacht, maar het is nu een modderige natte hond. Het is een bloedhete dag, dus bij deze verklaar ik het zwembad voor... geopend! Is wel een geschiedenis. Alle puppy's zijn nu aan het slapen nadat ze heel lang hebben gespeeld. Alleen Paco is zo enorm vies geworden. Omdat ze in een emmer water gesprongen is en daar rent zand. En rollen en weet ik allemaal. Dus we gaan er eventjes wassen, zodat ze zo meteen schoon mee komt. Ja, zielig hè, maak ik je gewoon wakker. Baard. Kom eens zo. Wat erg. We hebben per ongeluk de verkeerde gepakt. Ik zie ineens een rode halsband. Weten we niet hoe het moet. Gaan we nu Paco echt wassen? Zo toch? Het is een mannetje ook nog. Poging nummer 2. Ik ben nu wel met een goede hond. We
we hebben er gewassen. Dus het is gewoon niet spierwit, maar dat hoeft natuurlijk niet. Want ja, weet je, dat blijft elke dag weer. We hebben ons even omgekleed, want het is echt zo ontzettend warm. Het is 35 graden, 40 graden hier. De airco staat gelukkig al 10 minuten aan in de auto. De motor draait. We gaan naar huis. Om naar huis te gaan. Ga je mee? Hier, Paco? Ja, even afscheid nemen hier, hè. Op naar huis. Hé? Ik ga je zo meteen vasthouden als we gaan rijden, hoor. Ik heb hier de taco van Paco. Oh, schattig. Gaan we lekker naar huis? Nou, dan gaan we nu naar huis met Paco. Wordt een beetje emotioneel. Zo'n gek idee. Ik vind het een beetje emotioneel ook, omdat we dus nu, ja, het gaat toch weg bij de moeder en de broers en zussen. Maar we gaan gewoon zorgen dat ze het heel leuk gaat krijgen, zodat ze het ook, ja, een beetje vergeet, zeg maar. Dat is de buitenwereld, hè? We gaan weer heel veel lopen de komende jaren. We gaan vriendjes maken. De allereerste keer in de lift van Paco. Welkom thuis, Paco. Daar ga je. Dat is gek. Zo blijft zitten, zie je dat? Paco, heb je al gezien hoe knap je bent? Wie is dat? Paco! Kijk, wie is dat? Gelijk snuffelen. Wie is dat? Dat ben jij, hè? Raar. Oh, nu weet je hoe knap je bent. De halsband van Paco. Ik ga nu voor het eerst Paco uitlaten, want ze heeft net gegeten en gedronken en we verwachten dat er zo meteen iets uit gaat komen. Misschien ook niet, want het is natuurlijk heel spannend buiten. Maar daar hebben we in ieder geval eventjes de kans gegeven, want we gaan elke 2 à 3 uur even naar buiten, hè? Kom, Paco! Vermoeide, maar wel hele brave Paco hier, hè? Ja. Dan heb je het goed gedaan. Ze doet het echt heel goed voor de eerste keer. Buiten geplast, gelijk al in de benches eventjes uit zichzelf. Gegeten, gedronken. We gaan er nu eventjes laten chillen, want puppies die slapen ongeveer 18 uur per dag. Ik zou het ook wel willen. Ze heeft heel wat in te halen voor vandaag. Ja. We gaan er eventjes lekker met rust uit. Zal ik laten lopen? Ja, laten we. Heb je ooit zo'n voorbeeldige hond? We hebben niks uitgelegd. Gaat gelijk in de bench staan. Een voorbeeldhond tot nu toe. We doen het echt heel goed volgens mij voor de eerste dag. Ja, alles ging perfect. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie het onwijs leuk vonden om dit met ons mee te maken. Wij hebben hier zo lang naar uitgekeken. Gek dat deze dag er nou opeens is. Dat dit gebeurd is opeens. Die kijken we zo lang naar uit. En de komende tijd zullen jullie op onze kanalen Paco waarschijnlijk nog voorbij zien komen. Vergeet natuurlijk om ook niet eventjes Paco te volgen. Tuurlijk. Paco de hond op Instagram. Paco de hond. Ja. Dan kun je alles van Paco zien, hoe het met hem gaat. En we houden daar iedereen up to date. In ieder geval Paco houdt jullie up to date. Ja, dus Paco beheert zelf de pagina. Ja. Dus.
Vergeet natuurlijk niet om ook eventjes te abonneren op mijn kanaal. Dan hou ik je op de hoogte van al mijn avonturen en van Paco natuurlijk. En klik dan gelijk eventjes door naar Thomas zijn kanaal, want daar kun je nog meer Paco video's zien. Oh, we hebben laatst ook een hele schattige, want het zijn hier vooral bij Paco visite geweest, als ze nog kleiner was. Ja. Nog schattig. Nou, het is allemaal schattig. Ga gewoon kijken. Yes. En ja, bedankt voor het kijken. Wij gaan de komende nacht waarschijnlijk niet heel veel slapen, maar dat hebben we er allemaal voor over. En dan zie ik jullie volgende week met kleine oogjes terug. En ik ga nu een ijsje pakken, want het is 35 graden. Ja, precies. Even een beetje af. Tot volgende week. Stay fabulous. Doei. Doei.